De katholieke kerk in Mariaparochie viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. De kerk is onderdeel van de heilige Pancratiuskerken. De Pancratiusparochie bestaat uit 9 kerken. De kerk van Frieseveen, Mariaparochie, Albergen, Vleringen, Reutem, Vassen, Geesteren, Langeveen, Tebergen. Meneer Wanskers, u hebt het weer wel mee hè, met deze festiviteiten. Wat wordt er eigenlijk hier gevierd? Wat hier gevierd wordt? 100-jarig jubileum van de kerk. 100 jaar bestaan. Dus in 1918? Hoe zag het eruit in 1918 hier? Weilanden. Was er niet bij. Weilanden en hier en daar een klein huisje. En meer was er niet. En ik hoorde dat de grond van boer Lenfring was? Die boer Lenfring die woont hier nou achter, een kleinzoon van hem. En die boer heeft daar een aantal hectares op de splitsing van deze wegen een paar hectare grond beschikbaar gesteld voor de bouw van een kerk en een school. En is dat binnen een jaar gebouwd? Nou, 2,5 jaar denk ik. Ze hebben het ook in 2 delen gebouwd. Eerst het voorste deel en die is toen open gegaan en 1,5 of 2 jaar later de toren. En de festiviteiten, dat is al de hele week gaande? Dat is, we hebben een feestweek en we zijn woensdagmiddag begonnen met de musical voor de school. Als schoolgaande kinderen, 2 keer de kerk, stampie vol. Met ouders, opa's en oma's, alles. En de kinderen hebben een musical opgevoerd. Ze hebben allemaal een kleine attentie gekregen. Dat was gewoon geweldig, ja. En vrijdag was er ook wat te doen? Donderdagmiddag hadden we een middag voor de ouderen van de parochie. Er was ongeveer 110 personen bij Kamp Kuiper. En gisteravond, vrijdagavond, hadden we een feestavond voor mensen die moesten zich wel opgeven. En er waren ongeveer 150 personen. Zo is behoorlijk bezocht. En vandaag zijn de activiteiten voor de parochianen hier? Ja, abseilen en het bekijken van de kerk en de oudheid. Dingetjes van de kerk die bewaard zijn gebleven, is hier tentoongesteld. Pastoor Pikkemaat ging wel abseilen, u niet? Ja, ik heb gezegd, ik doe het wel, maar ik heb hoogtevrees. En ik ben er wel geweest van de week een keer boven. En dan kijk ik naar beneden en denk, oh, ik doe het echt niet.